Het doel van dit deelproject is om te proberen rust te geven voor de vogels op het moment dat er hoogwater is. Dit is een hele belangrijke hoogwatervluchtplaats. Er zitten soms wel tienduizenden steltlopers. En dan wil je liever niet hebben dat mensen er doorheen lopen. Maar als het laagwater is, dan kunnen mensen hier rustig wandelen zonder dat ze een vogel verstoren. Dus we proberen, afhankelijk van het getij, aan te geven of mensen hier gewoon kunnen lopen of liever niet. Ja, het idee is ontstaan om met name het getij leidend te laten zijn. Want zodra het laagwater is op de Waddenzee, dan valt de bodem droog en dan kunnen de vogels ver weg hun voedsel zoeken. En op plekken dat de Waddenzee onder water loopt, dan zoeken ze de randen van de kust op om met name te rusten en op krachten te komen. En ja, dat getij is eigenlijk een hele bepalende factor in het hele ecosysteem van de Waddenzee. En ja, we wilden ook graag de openstelling voor bezoekers ook met het getij mee laten bewegen wat dat betreft. Zoneren is in de natuurbescherming iets heel normaals. Hè? Dat je bijvoorbeeld in een broedseizoen niet gaat lopen op plekken waar vogels broeden. Dat wordt dan afgesloten. Maar het zoneren, waarbij je elke dag op een ander moment zoneert, dat is nog nergens in de wereld gedaan. Dat hele dynamische wat we hier doen. En dat maakt het echt bijzonder. Het allereerste wat we willen weten is, werkt die nou? We hebben voordat die getijdenwijzer er stond, hebben we gemeten van hoeveel verstoring is er, hoe vaak gaan die vogels de lucht in. En we zijn dat nu weer aan het meten, nu die getijdenwijzer er staat. Dus we hopen dat mensen zich er wat van aantrekken, dat mensen inderdaad afstand houden en dat de vogels minder verstoord worden. Als dat het geval is, dan denk ik dat we deze manier van dynamisch soneren ook op andere plekken kunnen toepassen, in het Waddengebied, maar ook op andere plekken in de wereld. Ja, de kracht van samenwerken is dat we als Fries Gegeerde beheerder van dit gebied zijn en daarmee ook zeggenschap hebben. En Vogelbescherming Nederland die heeft heel veel kennis en kunde op het gebied van verstoring, verstoringsafstanden, recreatie, sonering, dat soort zaken. Daar weet Vogelbescherming een heleboel van. En met elkaar hebben we de krachten heel mooi kunnen bundelen om ieder met zijn eigen rol en expertise zaken in te brengen, zodat we uiteindelijk op een prachtig mooi eindresultaat zijn gekomen.